We zijn in de Pieterskerk in Leiden en we staan hier bij de grafsteen van Ludolf van Keulen. Ludolf van Keulen was een Duitser en een 16e eeuwse wiskundige die het grootste deel van zijn leven in Nederland gewerkt heeft, in Delft, maar ook in Leiden. Op voordracht van Simon Stevin is hij benoemd tot eerste wiskundehoogleraar aan de genieschool waar ingenieurs opgeleid werden. Ludolf van Keulen was wiskundige en schermmeester, maar zijn levenswerk was het vinden van decimalen van pi. Pi is, zoals we weten, de verhouding tussen de omtrek en de middellijn van de cirkel. En Archimedes had al een hele mooie methode bedacht om om dat getal pi te benaderen met behulp van een ingeschreven veelhoek waarvan hij steeds het aantal zijden verdubbelde. En die methode heeft Ludolf van Keulen gebruikt om gedurende zijn leven te komen tot 35 decimalen van pi. Dat is hem gelukt aan het eind van zijn leven. In 1610 had hij 35 decimalen. Die staan op die grafsteen. En dat record heeft hij gehouden tot 1699. Toen is het pas verbeterd. De grafsteen die hier achter op die pilaar hangt is een replica van de echte grafsteen van Ludolf van Keulen. De echte grafsteen is zoek. We weten wat er opgestaan heeft. De replica is in 2000 onthuld, maar Ludolf van Keulen, waar zijn graf is, we weten het niet. Het moet hier ergens in deze kerk ligt Ludolf van Keulen begraven.